Drakshan, wanneer werd zij jouw vriendin? Zij werd mijn vriendin toen ik naar de tweede klas ging. Van HAVO naar VWO. En zij weer iets beter lichamelijk. Zij was toen al ziek. Zij was toen al ziek. En ja. Het ging iets beter met haar. En ze ging ook weer naar school. En voor mij was het een nieuwe klas, nieuwe mensen. En voor haar weer een nieuwe start. En zo zijn wij vriendinnen geworden. Mm-hmm. En heeft zij... Eigenlijk is zij mijn vriendin geworden. En heeft zij mij geholpen om de nieuwe wereld te ontdekken waar ik in beland was. Ja, zij raakt op de hoogte van jouw situatie. Jullie situatie, moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Een terugkeer naar het land van herkomst. Niet gewenst. En zij denkt, weet je wat, ik schrijf een brief. Ik ben er straks niet meer. Ik maak plaats voor mijn beste vriendin, Drakshan. Wist jij dat zij zo'n brief ging schrijven? Nee, dat heeft ze ons niet verteld. Zo was ze ook niet. We zijn er later achtergekomen dat er een brief door haar geschreven was. Maar ik wist het niet. Nee, het Jeugdjournaal kwam erachter hoe dat gaat. In ieder geval, het werd landelijk nieuws omdat het Jeugdjournaal erover berichtte. Laten we daar even naar kijken. Okay. Ik heb dus een brief geschreven naar minister Verdonk. En ja, Drakshan zou eigenlijk mijn plaats in kunnen nemen als ik er niet meer ben. En ze zou mijn zus kunnen steunen en mijn ouders. En ik wou ook altijd arts worden, dus dan kan ze in mijn plaats arts worden. Dus. Beste minister Verdonk, ik ben Maartje, ik ben 14. Ik ben ernstig ziek en misschien word ik niet meer beter. En er is één ding wat ik nog heel graag wil meemaken. En dat is dat een hele goede vriendin van mij zekerheid krijgt dat ze haar studie in Nederland mag afmaken. En hoe kwam je op dat idee? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat kwam, ja, ik zat te denken, ja, ik wil gewoon nog iets leuks, iets moois doen met mijn leven. Ja, een van de zinnen die Maartje zei was, ja, ik had graag arts willen worden. Ik hoop dat Drakshan het wil worden. Daar hoefde jij je natuurlijk helemaal niet aan te houden. Jullie waren jonge meisjes nog, maar je bent arts geworden, hè? Ja. Je bent het aan het worden. Ik ben het aan het worden, ja. Nou, ik ben nu arts. Ja. ben aan het werk als arts niet in opleiding. En het liefst wil ik natuurlijk een opleidingsplaats. Dat is mijn doel. En ja, je hebt gewerkt in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Dat is uiteraard de oncologie, hè, het kankerziekenhuis. Inderdaad.